Beste mensen, mijn naam is Ferry van der Zaande uit Tilburg en ik presenteer u Kermis TV met heel veel speciale, bijzonder getalenteerde gasten. En we hebben niet de mensen hier zitten, want je ziet hem zitten in zijn zondagspak. Goedendag, hoe heet jij? Mijn naam is Jan Robbe en ik ben de ambassadeur van Tilburg. De ambassadeur van de gemeente Tilburg. Nou, doe maar duur. Ja, ik doe duur, Ferry. Ik kan het bekend niet uitspreken. Ja, dat is ook een moeilijk woord. Ambassadeur. Hé, yes, hey, en wij doen een ambassadeur. Nou, Ferry, ik zal dat eens vertellen. Ik sta mee met een grote draaiorgel in de Heuvelstraat. Kijk, dat is... En op zijn Tilburg in de Heuvelstraat, zo moet ik het vaak zeggen. Ja, dat wil ik zeggen, je kunt gewoon praten tegen mij. Ja, gewoon in de Heuvelstraat. Je hoeft geen Hoog-Hollands te klappen, want ik versta dat daar niet. Dat is goed, maar dat is heel leuk. Dat is heel leuk werk, Ferry. Dus jij draait in een orgel, zeg maar? Ik draai in een draaiorgel, ja. Ja, ja, want... draait wat daarvoor. Heel de dag staat hij te draaien, maar... De meesten die vinden dat zo leuk, hè. Ja, want wij de kijkers thuis nog niet weten, Jantje en ik... Wij gaan samen een orgellied maken. Ja, dat zou ik heel mooi willen. Jazeker. Ja, dat is want jij hebt overlegd gehad met een heel beroemde grote kunstenaar, Fraas Vermeer. Maar echt? Ja, dat is een hele grote beroemde kunstenaar. En die heeft dat lied geschreven, hè? Nou, dat vind ik echt mooi. Ja, dat gaan wij binnenkort opnemen. Dat is goed. Ja. En bij me een draai, hoor. Jazeker. Het heet Dansen bij de Neugel. Dat is echt goed, baas. Ja, vroeger deden ze allemaal dansen bij de Neugel. Vroeger deden ze dat. Maar dan moeten we terug, hè? Ja, terug in de tijd. Hè. Dan gaan we ook terug, hè? En de oude meesten die vinden dat zeker helemaal leuk. Ja, en dan kan straks iedereen komen dansen bij de Neugel. Ja. Eenmaal lust dus. Dan, je hebt één Neugel, de grote. Ja. En ook een kleiner. Ik heb een klein draaiorgeltje, dat is de kruikenzeiker. En daar staat de kruikenzeiker op en zo wat joken. En dat vindt iedereen vindt dat leuk, hè? Vooral die oude. Maar ik ken hem ook nog wel met zijn lange leren jas. Joken de kattenvanger. Ja, dat is eigenlijk. En dat vindt iedereen ook leuk, hè? Als je daar bij de deur staat en zegt: hé, hey, dat is wat joken. Die kennen ze wel, ja. De kruikenzeiker, dat weten heel veel mensen niet wat dat is, wat dat betekent. Gelieerd. Maar weet jij dat, Ferry? Wat een kruikenzeiker is, ja, dat zei ik zelf, en jij ook. Ja, ik zei ook een echte kruikenzeiker. Ja, bedoel ik. Daar waren we toe, maar maar dat zijn natuurlijk, wat je het nou over hebt, dat zijn buitenlanders, of niet? Nee, ook gewoon Nederland-Tilburgers. Tilburgse mensen, hè, maar die weten, ja, we zeggen, nou, ik zou het niet weten, meneer. Jij bent daar voor alles vertellen, waarom jij de kruikenzeiker? Nou, dat vind ik ook, dat ze dat niet weten. Ja, dat vind ik ook echt jammer. Ja, ik ga het nou ook niet vertellen hier ook niet, want dat moet je gewoon, dat hoorde gewoon te weten. Ja, maar dat is, met heel veel mensen die weten, ja, en de jeugd weet dat zo al niet. De jeugd ducht helemaal van gekaanten. Nou, dat moet je niet zeggen, Ferry, want ik heb nou bij mijn draaiorgel ook, hè, dat staat, hey, dat is hartstikke leuk, hè. Ook de jonge lui en jonge meiden en jonge gasten, die komen dan bij mijn draaiorgel, dat staan ze soms te dansen. Ja, zeker. En dan moet ik met die meiden allemaal op de foto en dan vinden ze allemaal hartstikke leuk, hè. Oh. Maar dat komt toch wel, ze vinden het allemaal wel weer leuk. Het gaat allemaal goed, weer he. Terugkomen, kijk, want als ik heb ik mijn bus gepakt, Ferry. Yeah. Kijk, want dan sta ik daar te rammelen en dan komt daar zo'n jonge lui, die komt dan in de busje, daar houden ze geld, hè. Oh. Hey, briefjes van 5 of 20. Ja, zei hij. Dan zeggen ze, hey, God, maar dat geld, ja, het is hartstikke leuk. En dan waarderen ze toch wel. Oh, dus dat zijn dan jongeren die wel deugen. En ja, dat zijn die allemaal niet ook. Slecht. Nee, Ferry, dat moet er niet, dat, nee, dat is allemaal niet slecht. Maar... Ja, ik ga er maar vanuit dat er geen één groei tussen zit. Ja, maar, ja, dat zit er zijn wel goed. Maar en vooral die heel kleintjes, hè, dat vind ik altijd het leukste. Als die bij mijn draaiorgel staan, hey, die kleine minnetjes, hey, van 3, 4 jaar oud. Oh, die vinden dat schoon. En die staan ze te dansen, hè, en dan vragen ze mama geld, centjes. En dan geef ik ze altijd een snoepje, hè. Oh, ja. Op de krijgen ze mijn snoepje. Ja. En dan weten die mannen, die weten dat, hè. Want als ze de volgende week weer komen, dan zeggen ze, ja, maar meneer, ik kreeg van die meneer altijd een snoepje. Ja, precies. Dat onthouden ze wel, die mannen. Ja, dat is hartstikke leuk. Hou deze eens vast. Wij gaan eens kijken op de kermis. Wat is het gekste wat u ooit heeft meegemaakt?
Vroeger. Dat mensen moesten overgeven? Ja, vroeger had je Robert Volta, dat vond ik leuk. Je kennen jullie geen een van allen meer, maar hoe heet dat toch? Dan liet ze een lamp bijvoorbeeld op iemands lichaam branden. Ik heb mensen betrapt in een Dixie. Eigenlijk echt niks, nee. Ja, ik moest gewoon plassen. Ik was hier ook op Roze Maandag en dan zie je echt van die rare mensen lopen. Dan ging de echt voor het boksje wit niet sloeg elkaar knal koud. We zagen net een gast lopen, jongen, net een broek aan, jongen. Nou, dat is geen broek, dat is een onderbroek, denk ik. Gewoon dat. Ieder zijn ding. Ik dacht ook van, what the fuck is dit? That's it. Oh. Ja, ik weet niet. Die vent, hoe lang was die broek van die gast? Van die gast net. Deur dicht en verder. Hey, en jij staat in de Heuvelstraat, Tij? Ja. En staat ook nog ergens anders? Nou ja, ik draai ook enkel in Tilburg. Ik heb geen auto, hè, dus ik kan niet overal naartoe. Dus jij duikt hier zelf door de straat? Ik duik door de straat en dan ga ik naar de bejaardenhuizen. Ik heb nu straks mijn kermis, dan moet ik ook weer bij de Wever gaan draaien. Oh. En bij het Uilennest in de Kooistraat. Maar dat is een eind sjouwen met dat ding, of niet? Ja, dan moet ik hem douwen. Ja, ik douw het af. Ja. Yeah. En dan op mijn leeftijd, hè, dan... Maar ja, dat blijft er fit van, zeg. Dat blijft er ook fit van, dat is ook goed. Hé, hey, ja. Maar luister eens. Dat draaien, hè? Ja. Van zo'n ding. Dan krijg je toch helemaal spieren en alles. Heb je geen dieselaggregaat er al hangen? Ja, nou, met die kleine, Ferry, zal ik je vertellen, daar heb ik altijd voor stop te draaien. 8 uur aan een stuk draaien. Acht uur. Ik kan aan de kant weer draaien, maar he, ik heb mijn arm kapot gedraaid. Ja, dat geloof ik. Als ik 8 uur stop te draaien, dan zei de dokter, ja jongen, je kunt blijven draaien zo. Maar dan draai ik nooit meer van mijn leven, hè. Ja, yeah. Misschien op de wc, maar verder draai ik niet meer. Ja. Yeah. Maar dat zodoende heb ik dan toch met computer, want daar ga ik er allemaal naartoe, hè. Ik ga allemaal voor computer werken en dan heb ik toch zo kunnen regelen dat ik toch nog met een bek kan schudden en dat er toch muziek uitkomt. Dus daar is een nagel die met de computer doet die muziek maakt? Met die kleine wel, ja. Maar met die grote, ja, daar zit een motor op en dat draait helemaal en dat is mijn navigator. En er start dus mee en dan draait dat automatisch en dat kan ook met boeken. Oh. En dan draait die en dan hoeft er zelf niks te doen. Ja. Maar is er dus tegenwoordig meer aandacht voor ergels, want je hebt ook een festival, niet? Ja, dat klopt, Harry, want dan hebben wij de 24e. Woensdag de 24e gaan wij mee. Er komen 10 grote draaiorgels in de binnenstad hebben geregeld. En die komen dan hier mooi spelen. Of speulen op zijn Tilburg. Ja, speulen, doe maar gewoon praten. Ja, speulen, hè. En dan kan iedereen die mooie draaiorgels zien. En daar, kijk. Het is van het oude, dat moet allemaal terugkomen. Ja. Het oude draaiorgel, en dat zeggen de mensen ook, een draaiorgel hoort in de binnenstad. Ja. En dat is nostalgie, en dat moet echt hier blijven. Ja. En daarom geven ze ook veel geld, hè, want dat moet blijven. Dit orgel moet zeker, blijven. Zeker, zelfs ze geld geven, ja zeker. Kijk, en dan besteden dat geld ook allemaal aan. Hè. Dat is niet van dat je dat s'avonds op gaat drinken, nee, dat gaat aan de orgel. De orgel, dat kost heel veel geld. Ja. Goed. Dus. Dan denk ik dat wij een beetje rond zijn. En dan zie ik jou straks staan draaien, denk. Ja, maar dat zou wel lukken. Goed. Dus. Bedankt. Graag gedaan, Ferry. En we zien elkaar nog, hè? Ja. Zoals jullie zien staan we hier nu voor de Ghost Rider. Ik ga die zo meteen speciaal voor jullie uittesten. Ik zou heel eerlijk zeggen, ik heb er nog niet heel veel zin in, dus we gaan zien hoe ik er zo meteen uitloop. Volgens mij had ik het op een gegeven moment gewoon bijna leuk, maar de achtbaan
dat is toch niet helemaal voor mij. Maar ik hoorde heel veel mensen om me heen lekker gillen. Dus als je een kermisfanaat bent, zou ik zeker even hierin gaan. En hier zit hij weer. Otto Vogelenzang, de kermisklant. Ja. Toch? Jazeker. Ben je in de tussenstand, want jij waart hier al eerder en je vertelt over jouw tent, wat je dingen over de Elvis kunt zien. Ja, de Presley Paranoia Freak Show. Zeker lekker goed gebeurd toch op de nostalgische kermis, hè? Buikje lekker rondgegeten. Nou, Ferry, lekker drankje erbij. Nou, Ferry, met de klanditie viel het een beetje tegen vandaag. Oh. Bij Vlooien Theater naast ons was het heel erg druk. Oh, dat Vlooien Theater op de Mestert. Ja, ja. Dat is een oude collega van mij. Oh, is dat ja, zo? Die is begonnen met één vlooien. Oh, echt, ja. En ja, nu loopt hij voor het krom van de vlooien. Ja, hij heeft een hele business, hè. Ja, die heeft meer dan 100 medewerkers, hoor. Dat geloof ik graag, ja. Jazeker. Ja, als je hem zo ziet krabben, dan... Ja, die gaat er wel even aan. Maar het was niet zo heel erg druk. En ik wou nog even een oproepje doen. Oh, daar komt hij weer gratis geklapt, ja, Mark. Want we hebben in de Presley Paranoia Freak Show de lijkwaarde van Elvis. Ja, dat weten we al. Ja, dat is een... Hey, en wij moeten wij ons voorstellen bij niet zo heel druk. Nou, niet zo heel erg druk. Gewoon dat er helemaal niemand kwam. Nou, dat wil ik nou ook weer niet zeggen. Ik bedoel, ik was er zelf wel. Ja, ja. En er waren wel wat geïnteresseerden. Maar ik wou nog even de lijkwaarde van Elvis. Kan ik hem nog een keer laten zien, de lijkwaarde van Elvis? Vooruit, jij men zo'n schone Elvis-bril geeft. Een Elvis-bril. Deze merchandising die ik heb. Misschien dan ook nog even aan de camera de merchandising kan laten zien. Dat wil ik wel. Ja. Dan moet jij je kunt u zelf ook Elvis zijn. Het staat er ook in 3 talen op. Ja, ook zie kunnen Elvis zijn. Geeft aan. Aussi vous pouvez être Elvis. Ja, geeft maar. Ja. €5, Ferry. Hey, ja. €5. En dan heb ik hier voor de kijkers thuis Otto Vogelenzang. De lijkwaarde van Elvis. De bedankt. Achterkant van de lijkwaarde van Elvis. Otto, bedankt. Ja, de voorkant kan ik helaas niet de tijd zit er maar op. U kunt het komen kijken. Bij, het is jammer dat Presley Paranoia Freak Show op de nostalgische kermis. Maar niet iedereen. Op de Bestert in Tilburg. Die mee mijn vuur. Kom allemaal en massa er naar de kassa. Er zijn mensen die alleenig anderrechts de knoes denken. Zo zijn ze die kermisklaant. Ik zie u graag op de nostalgische kermis. Om de knaken. En voor de rest hebben ze het stik de moord onder een medemens. Zoals ik. Zit jij hiernaar nog? Ik had nog een vraag over mijn reiskosten. Oh ja, je reiskosten. Dan moet jij, even kijken, dan moet jij de trap af, de linkerdeur deur en dan nog een trap af. En dan ziet het van nergens. Ja, nou dankjewel. Ja. Dag Ferry. Allee. Dag hè. Op de kermis. Win je prijzen, biggest prijzen, juicy prijzen, Joe's prijzen, Google prijzen, mega beer, sleutelhanger, P-melktaf. Nep pistool, snelle drone, ik speel me suf. Schuiven maar, schieten maar, 5 keer voor een euro, 1 keer raak is gewonnen. Op de kermis, win je prijzen. Biggest prijzen, juicy prijzen, Joe's prijzen, Poodle prijzen. Op de kermis, win je prijzen. Biggest prijzen, juicy prijzen, Joe's prijzen, Poodle prijzen. Ja, wij staan op het punt om gecanceld te worden hier met Kermis TV. Omdat wij dus de gelegenheid geven aan mensen om de echte waarheid over de kermis hier te vertellen. Of niet, Appie? Dankjewel, Ferry. Vandaag heb ik op de kermis rondgekeken en ik heb diverse attracties bekeken. Ik ben ook in een aantal attracties geweest. Behalve waar ik dus niet in ben geweest, dat zijn de botswagens. Oh. Nou zult u vragen, waarom gaat u niet in de botswagens? Kijk, ik ben heel bewust
ik heb overal heb ik gewoon kennis van hoe het allemaal gaat achter de schermen op de kermis. Wat er zich afspeelt in die containers die daarachter staan. Daar zitten laboratoria in. Dat weet u niet, maar dat weet ik. Dat heb ik zelf opgezocht op het internet. Maar de botswagens, die bekleden een aparte positie. Wie daarin gaat, die tekent bijna zijn eigen doodvonnis. En niet doordat het zo levensgevaarlijk botsen is. Nee, door iets heel anders. Het is namelijk, ik zal dat even uitleggen. Je gaat dus een rondje rijden in zo'n botsauto. En met een bepaalde snelheid x botsen die wagens op elkaar. Die snelheid x, dat weet ik niet precies welke snelheid dat is. Daarom noem ik hem even x. Ik had hem ook y kunnen noemen. Maar ik heb gekozen voor x. Dus deze snelheid, die wagentjes die botsen tegen elkaar en daarbij komt een trilling vrij. Dat trilt als het ware. Dus de bestuurder van zijn autootje die zit hem helemaal heen en weer te schudden in zijn autootje. En mensen hebben hun telefoon in hun binnenzak zitten of in hun broekzak. En die telefoon die trilt ook. Die trilt mee. En dan schudden de gegevens uit die telefoon. En die worden opgepakt door dat karretje. En die gaan dan via die antenne die daar achterop zit, want daar zit een lange antenne hè, achterop zo'n botswagen. Nee? Ja, dat weet iedereen, die kun je gewoon zien. En die antenne die gaat naar zo'n groot stalen net daar in dat dak, in dat plafond. En dan wordt het rechtstreeks verzonden naar de overheid. Nee. Jazeker. En die antenne die kan iedereen gewoon zien, want mensen denken, ja dat hoort zo, dat zit, in de jaren 60 zat dat al op een botswagen. Inderdaad, die zaten er toen al, maar toen waren ze nog gewoon voor de voortbeweging. Maar nu zijn het gewoon antennes die linea recta naar de overheid gaan met uw gegevens, uw bankgegevens, uw hele doopcel wordt gelicht, uw medische gegevens, uw medisch dossier, dat gaat gewoon via die antenne zo rechtstreeks de ether in naar Den Haag. Ja, zegt hij, de zaal. En dat gebeurt hier. En ook de oversterfte, die gaat, daar zullen ze ook nog, daar is het laatste woord nog niet over gerept. Dat is zo erg waar, dat wist ik niet. Bakken met geld gaan naar de overheid. Nou, bedankt voor deze nuttige informatie.
En er zitten we een in de studio. En het is niemand minder als Pirke, of niet? Ja, dat klopt. Goedemiddag. Want toen noemen ze jou ook nog wel meer. Nou, eigenlijk altijd Pirke. De enige die me Peter noemt, dat is mijn moeder. Oh, maar jij heet toch Pirke het meubelmeneerke? Ja, dat klopt. Zo sta ik ingeschreven bij de KNV Koophandel. Oh. En dat kwam omdat toen ik mijn eigen inging schrijven, 41 jaar geleden, was er ook nog iemand in Diessen die deed in perensap en die noemde zijn eigen ook Pirke. Oh. Dus toen moest ik iets bij verzinnen. En dan krijg je daar van, hebben jullie ook peren? Nee, ik verkoop meubels. Kijk dan. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, zo werkt. En dan moeten zien te voorkomen dat de appels voor peren verkoopt, hè? Ja, ik heb gehoord dat je die nooit met elkaar moet vergelijken. Appels en peren. Ja, dat zijn heel andere soorten dingen. Die kunnen niet met elkaar vergelijken. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd, maar ja, dat gaat gewoon niet. Hoe goed best ik doe het, hè? Dan heb je hier een appel, daar een peer. En dan probeerde jij die met elkaar te vergelijken, maar nee. Heeft geen nut. En daarvoor zijn jij natuurlijk in meubels begonnen. Ja, zo is het, want van fruit heb ik verder geen verstand. Dus... Ja, dan moet er ook niet in beginnen, ook niet, hè? Nee. Komen we straks al, mag ik van u een stuk fruit? En dan moet jij zeggen, ja, hey, daar weet ik toch helemaal niks van, daar heb ik geen verstand van. Nee, daar staat een mooi schut. Ja, zo is het. Dus, dan zou ik, als ik jou waar, ook in meubels zijn begonnen. Niet dat ik daar verstand van heb, maar ja, daar laat ik dan weer aan jou over. Ja, dan ben ik blij dat ik dat niet gedaan heb, want dan heb ik toch een zware concurrent gehad. Oh, zeker. Ik verkoop het gelijk. Weet je niet? Maar dan heb ik dus van horen zeggen, dat heel dat meubel gebeuren voor jou, dat dat helemaal weggaat. Ja, we zijn gestopt. Oh. Ja. Maar de hoezo dat? Nou ja, we hebben het 41 jaar gedaan met heel veel plezier. Ja. En ook met heel veel hulp van alle Tilburgers. Dus bedankt daarvoor, Tilburgers. Ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Maar, ik word 63. Oh, dat zal je niet zeggen. Je ziet er nog keigoed uit voor je leeftijd. Dankjewel. Dus je moet gerust doorgaan. Ja. Ja, maar dan wordt meubelsjouwen wordt toch een zwaarder verhaal en het gaat allemaal nog prima. Ja, maar en de meubels waren ook zwaarder tegenwoordig, hè? Ja. Vroeger hadden gewoon waaibomen uit, maar naast staan we voor het massief eiken. Nee, dat was vroeger, het is net andersom. Vroeger was het massief eiken en nu is het waaibomen uit. Oh, ja. Yeah. Oh. Ja. Maar goed, toch stoppen dan. Ja. Ja, en er kwam ook een beetje dat... Per 1 januari zou ik met de nul-emissiezone in Tilburg zou ik een hoop geld moeten investeren in nieuwe auto's. Oh, krijg je dat. En daar is er niet aan verdiend. Ja. Dus ja, dan moet ik kiezen of delen. Hè? Ja, en het is kiezen geworden. Ja. Of delen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar heb je nog meubels over dan na Voort tegenwoordig? Ja, we hebben nog wel een beetje staan hoor, dus... Dan ga ik mee persoon bellen met Fred van Boeschoten, de meubelspecialist vervoerder. Ja, yeah, mee van de Zaande? Ja, ik zit in de uitzending, ja. Nee, maar wat ik verbel... Nee, dat geld komt nog. Wat ik verbel, ik heb hier partij oude meubels staan. Van Pirke. Nee, niet van die peren, nee, van die meubels. Boek toch? Oh, dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Nee, maar je kunt ze opkomen halen. Je hebt die grote aanhanger toch nog, die dubbelasser? Ja. Nee, is goed, doen we naar de uitzending. Hé, hallekes. Nou, Pirke. Succes met uw verdere carrière. Oh ja, wij gaan het trouwens doen. Ik ga je samen met mevrouw Liesbeth, heb ik al 41 jaar mee samengewerkt en nu gaan we samen reizen. Waar naartoe? Ja, dat weten we nog niet precies. In ieder geval naar de zon. Ja, dat is ook doen. Want je hebt nou maar gelijk. Hier regent het veel te veel, hè? Ja, precies. Het is niks. Het is een grote koef, het weer. Nee? Ja, zo is het. Goed. Pirke, bedankt voor jouw verhaal. En ik zal zeggen, houden we? Houden we.
Ik moest er in een ophal mijn rolstoel, hè, en een gehandicapte, zeg maar. En daar zaten zo'n jongen om die mannen in de wagen te krijgen, en deze ook weer. Dus ik laag hem achter in mijn taxi. En voordat ik hem in de gordel had, mieterde hij weer naar buiten. Hè. Dus dan moest ik hem weer van de straat oprapen. En ik kreeg die rolstoel er allemaal niet in. En het was een gesodemieter, daar had het niet meer van. Op een gegeven ogenblik zit die chauffeur. Die rolstoel die kan eigenlijk best wel in de kofferbak. Ik zeg, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Maar goed, ik rijden. Hij moest naar, volgens mij moest hij naar Gils. Want hij had daar een bruiloft of iets. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Maar goed, ik rijden en op een gegeven moment zit hij tegen mijn chauffeur. Ik moet jou iets bekennen. Ik zeg, ja, doe maar. Maar als je het maar kort houdt. Ik zei helemaal niet echt gehandicapt, zei. Ik heb deze gedaan voor de verzekering. Ik zeg, ja, dus jij gaat toch niet heel uw leven in een rolstoel zitten voor de verzekering? Nee, zei, want als ze ze betaald hebben, dan ga ik naar Lourdes. Ja, dat soort dingen, daar maak ik mee. Ja. Ja, mensen, we hebben weer een gast hier en dat is Petrus Adrianus Lecomte. Lecomte. Comte, hè? Ja, nee, het is dus, dat is altijd, wordt wel vaker niet helemaal goed gedaan. Maar Lecomte is met een M. Lecomte. Dus uit het Frans, het betekent de graaf. Oh, je. Nee, ja, dat gebeurt wel vaker hoor, ik vergeef het. Ja, maar ik spreek zo niet zo goed. Ik vergeef het u. En Petrus, mag ik Petrus zeggen? Zeker, graag. Petrus, wat doe jij en waarvoor en hoe bent u er zo toe gekomen? Nou, doet u dit al lang? Ik heb een roeping. Een wat? Een roeping. Oh. Ja, ik werd 's nachts wakker en toen zei een stem tegen mij, ga naar de kermis. Ja, dat zei ik. En ga aan de kaak stellen wat er allemaal gewoon gedoogd wordt. Wat niet klopt. Wat niet klopt? Ja. Och, wat klopt er dan niet? Er wordt gegokt. Dat klopt. Er wordt begeerig naar andere vrouwen gekeken. Ja, dat klopt ook. Er wordt gedronken. Dat klopt. Kortom. Dus dat klopt allemaal. Sla de Bijbel er maar op na. Er gebeuren daar dingen. Oh. Ja, waarvan je zegt, dat hebben we niet in de kerk geleerd. Nee, dat klopt. Maar dat gokken, dat is inderdaad... Dat gaat de verkeerde kant op. Ik heb pas geleden, ik daar stond te gokken, ik zei 3 meijer kwijt. Ik heb niks gewonnen. Nou ja, dat is een voorbeeld, denk ik, uit uw persoonlijk leven, waar u hopelijk lering uit trekt. Ja, daar trek ik lering uit, ja. De volgende keer vat ik hem bij zijn oren. Die een expliotant. Ja, ik moet even lachen, want u had het anders geïnterpreteerd dan ik had verwacht. Oh. Maar goed. Maar in goddeur, meneer Lecomte. Ja, waar wij dus voor staan... Is dus, we hebben ook een clubje opgericht. Die heet De Ker. De Ker. De Ker. Zo'n platte ker waar je op staat te zingen. En ja, je zou, ja, die vergelijking zou je kunnen maken. Maar het is een afkorting. Ker. Oh. Ja. Het is een katholieke eenvoud rechtuit. Oh ja. En dus wij gaan op verschillende plaatsen staan in de stad. Ja. En we verkondigen daarom gewoon het woord op een manier dat iedereen het hoort. Oh ja, yeah. En kun je daar iets mee winnen ook? Nou, winnen dat is zeg maar, ja, dat meer verwant aan het gokken wat u net zegt, vind ik persoonlijk.
Nee. Maar het is winnen, ja, de liefde van ja, de Allerhoogste. Oh, de dier, ja, yeah, ja. Yeah. Maar goed, ik bedoel, verkoopt ook wel eens wij. Nou ja, kijk, dat is jammer dat het altijd in een daglicht wordt gezet van een verdienmodel. Wat ja, aan een kapitalistisch spectrum. Dus jij staat even een buitje aan, stel ik je daar te roepen. U kunt ja, het zo, dat geloof ik. U kunt het zo interpreteren. Maar ik heb een roeping, dus ik geloof in mijn opdracht. Oh ja, dus jij komt de leer van Christus brengen, zeg maar. Dat wil dus zeggen. Dus dan, zet hem er achter in het schuurtje. Zeg jij er ook zo in die zijn poot tussen de deur doet? Ik weet niet waar u mij allemaal van beticht. Nou, je gaat langs de deur en dan zeg jij, ja, mag ik even met u over? Nee, dat is een andere groepering. Oh, dat is een andere groepering. Ja. Wij gaan echt midden in de stad staan, op evenementen. En wij brengen daar het woord op een manier dat iedereen het hoort. En zegt van, zo had ik het nog nooit gehoord. Oh, en hoe doe jij dat dan? Want als ik het hoor, dan loop ik met de grote bogen mee. Dan moet je gerust weten. Wij maken gebruik van moderne gospels. Gospels? Ja, dus liederen, kerkelijke liederen. Oh, yeah, yeah, yeah. En wij proberen ja, mensen aan te spreken, zeg maar door korte liedjes, maar ze wel recht in de ogen kijken en dan kijken of het overkomt. Oh, maar dat vind ik boeiend, want dat is toevallig. Jij zit hier bij Kermis TV, matje. Want wij hebben een speciaal podium voor jouw soort. Oh, dat is schitterend. Dan moet jij zingen en doen en goochelen en op uw kop staan. Nou, maar ja, zou ik daar dat lied kunnen brengen? Dan moet jij staan. Dan moet ik heel even informeren bij welk podium dat jij moet zijn. Moment hoor. Ik wacht nog. Ho, ho. Jongens. We hebben hier weer een artiest. Wat moet hij... Oh, ja. Podium A. Podium A? Ja. Is dat... Ja, daar, ja. Ja. Deze kant. Super zet, toch schuil. Ik zie er geen ene. Hoe gaat hij? Hoe gaat die in de hemel, uit met het gezemel? We stellen paal en pek, kermisdienaars werk. Vooraan staat Petrus Adriaan, kerkdienst is mijn baan. Kerkelijke eenvoud recht uit, de Heilige Geest. Jonge. Ons spruit, hoe gaat die? Hoe gaat ie? Hoe gaat ie? Hoe gaat ie? Deze was weer Kermis TV. Bedankt voor het kijken en wij sluiten weer af met het medium Fernandos. Mijn naam is Fred van Boeschoten. Voormalig machine operator. Ik begin eens overnuut. Ik zei het medium Fernandos voor al uw toekomstvoorspellingen. En daarbij maak ik gebruik van tarotkaarten. Ik ga na mijn eigen toekomst voorspellen met behulp van de tarotkaarten. Met de legging van de kleine arcana of zoiets. Daar komt ie, de eerste kaart. Oh, de gehangene. Dat is niet best. Ik doe het eigenlijk zo van nu, denk ik. Huh? Want dat is allemaal niet zo fijn, hè? Oh jee. De dood. De dood. Oh. Hey, van Boeschoten. Fernandos, heb ik eens tijd voor mij? Maar ik moet er vandoor. Ik moet nog naar. Ik moet dringend nog boodschappen doen bij de familie. Ik kan u halen, jongen.